Het is toch wel met een klein hartje dat bisschop Johan Bonny opkijkt naar de hoge klimmuur waar hij zo meteen moet opklauteren. Eerlijk gezegd, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Dus als het niet lukt, breng het liever niet in beeld. Hè. En smaakt het naar meer, dat klimmen? Dat zal ik dan weten te zeggen. Hè. Wanneer Bonny zich de klimmuur optrekt, is dat niet echt met de volle moed. Maar al bij al lukt het nog wel vrij aardig. Je moet een beetje getraind zijn, voel ik toch. Hè. Allee, dus je moet toch wel wat spieren in de armen en de benen hebben. Als je getraind bent, denk ik, gaat het stukken beter. Maar als je het zo helemaal op het onverwachts moet doen, is het toch, verrassend. Ja. De bisschop is hier om Mark Dietvorst even in de schijnwerpers te zetten. Mark helpt Jo, een rolstoelgebruiker, bij het muurklimmen. En dat levert hem de titel vrijwilliger van het jaar op. Ik vind dit soort vrijwilligheid, ja, dat is toch wel het menselijke hart van een samenleving. Zolang mensen dit voor elkaar over hebben, kunnen er mooie dingen gebeuren. Uiteraard in het professionele circuit ook. Maar zoveel mensen zijn afhankelijk van iemand die als vrijwilliger buiten de werkuren dat er wil bij doen. En ja, ik vind dat toch prachtige dingen die je alleen maar kunt ondersteunen. Hè. Bonny zelf haalt de top van de klimuur niet, maar de bisschop geraakt toch nog wel verrassend hoog. Dus dat eerste stuk dat ging nogal, maar dan is daar met groot halverwege een kaap. Ik dacht te beginnen of nog te beginnen, maar ik voelde toch al de vermoeidheid in de armspieren. Dacht ik toch beter tijdig stoppen dan van boven een tuimeling te maken. Hè. Jo, merci, hè. Dat is een goed om mee te zorgen. Dat nog even.